Vandaag ga ik met een nieuwe lijmmachine spelen die ik uit de supply shop heb gekregen, namelijk de R70 Ajax. We gaan kijken wat we ermee kunnen gaan doen, want volgens mij is het een redelijke chille lijmmachine die je niet hoeft te reloaden. Dus we gaan kijken wat we in dit potje team damage kunnen gaan doen. Vergeet je blauwe duimpje wel niet achteraan te houden, maar natuurlijk enorm. En let's go! We zijn weer in de game met de R70 Ajax. Ja, unlimited light machine gun. Ik heb er een suppressor op staan met quickdraw en stok. Omdat dit ding gewoon super chill is, ook met suppressor erop, vind ik. Maar ja, weet je, ik heb er gewoon op laten staan. Ik moet toch wat attachments erop hebben. Om een beetje te kunnen... Oh mijn god, fucking kut camper. Om een beetje ermee te kunnen gaan testen. Deze gun, deze light machine gun. Ja, hergent automatisch qua kogels. Dus je hoeft hem nooit te herladen, tenzij je out of ammo raakt. Dat kan natuurlijk wel, want je kan... Als je te snel schiet, kan die overheated raken. En dat is niet de bedoeling. Dus, weet je, we moeten wel een beetje opletten met hoe we schieten. Nice. Teammate heeft hem opgepakt van mij. Oh, die heeft nunchucks. Er zitten natuurlijk allemaal nieuwe wapens in de game. Maar de wapen die ik wil, die hebben ze natuurlijk weer niet. Die krijg ik natuurlijk weer niet, de Peacekeeper. Fucking kut, sorry. Ik vind deze Ironside redelijk chill. Het zijn gewoon... Het is gewoon relaxed mee te spelen. Oh my god. Hij killt me twee keer en twee keer zit hij te campen met fucking shotgun. Boom, shakalaka heet hij. Hallo. In mijn rug. Hallo. Oh my god, hij heeft de marshals. Oh, fuck. Die moet ik eigenlijk ook nog hebben. Die heb ik ook nog steeds niet. De fucking marshals. Oh, ik kan mijn quad daar kunnen halen. Dat is net niet gelukt. Dat is net niet gelukt. Ik heb wel mijn sight. Oh, cheeky kill. Another cheeky kill. Mooie kill daar zo. Timmer heeft zijn sparrow ingekald. Dat mag allemaal. Zal hij hier nog zitten campen? En hij is gewoon. Zit hij hier zo, weet je? Dan word ik echt helemaal gek. Ja, hij zit er! Hij zat er hoor. Hier, de Enforcer. Kijk, dit is één crafty spike. Oeh, hij zwaait, kijk. Dit is één crafty spike, dacht ik. Oh mijn god, dit is gaaf. Dit ding is awesome. What the fuck? Oké, laat me heel even met dit ding lopen. Ik weet dat ik met de R70 eigenlijk moet spelen. Kut, maar dit ding is echt fucking awesome. Dat is gewoon letterlijk één soort van gravity spike achter iets ding. Alleen zit deze onder stroom. En de gravity spike niet. Die slaat gewoon een of andere... Weet ik wat die op de grond staat eigenlijk. Wat slaat hij eigenlijk op de grond? Weet jullie dat? Wat slaat de gravity spike op de grond? Oh fuck, hij zag me eerder. Heeft hij hem ook? Oh, hij heeft gewoon mijn wapen opgepakt. Nice. Ik ben een beetje voor Dark Matter op dit ding aan het spelen. Want je kent natuurlijk Dark Matter. Dus ik hoef hem alleen maar gold te halen. Fuck my life. Hij zat daaronder. Oh, nice. Level 90. Of level... Level 9. Ik hoef ook niet veel meer te hebben. Ik denk dat hij wel geoond is, kan je zeggen. Je kan hem ook zelf niet laten afkoelen, dat is het probleem. Oh my fucking god! Wat? Hij was net zo scheef als ik was. Serieus. Jezus, teammates die doen ook helemaal weer niks. Maar we gaan wel winnen, daar gaat het om. Redelijk 2kd met dit gun. Ik heb die ene perk aangezet. Ik ben helemaal gek van die fucking stunts. Hij kill me... Oh, nee, dat is iemand anders. Ik dacht dat het weer iemand met de HVK was. Anders kill die me al 3 keer achter elkaar. Dat is niet mooi natuurlijk. Teammate valt van de map af. Kijk, zit hij weer hoor. Oh! Nice teammate, nice. GG. Teammate heeft hem al. Je kan daar wall brengen. Ik ga gewoon challengen, fuck dat. Koekoek. Koekoek.
Ik heb nog één keer mijn site. Ik kill hem eerst hem nog eventjes. Oh my god, ik heb geen fucking flag jacket. Huh. Had de slash en burn aan staan, daar heb ik geluk mee. Oh my fucking. Ah. Waar ben je? Oh my god! Nee! Dan komt hij weer met zijn fucking shotgun. Fuck my life. Het is wel een intense Call of Duty potje. Kijk, daar ligt hij, daar ligt hij. Dit ding heb echt amper recoil, jongens. Kijk, dit gebeurt trouwens als je het ammo opschiet, wacht. Kijk. Dan gaat hij afkoelen. Oh, het potje erop. Ik wou even fijn op kleur kan maken. Maar! Dit is dus deze gun. Hij is redelijk chill voor een DLC gun, maar ik heb toch liever de MK... Peacekeeper MK2. Want ja, het is meer mijn soort van wapen. Ik wil meer met AR's dan met fucking LMG's. Maar we moeten het hiermee doen. Mocht je nou doen met deze video, laat dan even je blauw duimpje omhoog achterhouden. Maakt jullie enorm. Ik hoop jullie ook te gaan zien bij de video van morgen om 3 uur. Precies natuurlijk. Als we de 150 blauw duimpjes omhoog kunnen halen, zou dat awesome zijn. En vergeet natuurlijk niet te abonneren op mijn kanaal voor meer Call of Duty Black Ops 3 en Pokémon Go video's natuurlijk. Dus, thanks for watching. Tot morgen om 3 uur bij een nieuwe video, jongens. Doei.